Het vielen de politie en de Fiat de villa binnen van deze supermarktmagnaat die achter het succes van onder andere Max Verstappen staat. De inval werd volgens justitie gedaan in een grootschalig witwasonderzoek. Frits van Eert wordt gezien als een van de succesvolste ondernemers van Nederland. En hij heeft inmiddels met Jumbo flink zijn zakken gevuld. Dit jaar een omzet van 10 miljard bijna. Met een winst van, nou, laten we zeggen, 115 miljoen. En dat komt goed deels uit zijn handen, want hij is de leider. Ook al staat het geld wat ermee verdiend wordt, bij ons in elk geval nog op naam van papa. Karel van Eert, en die is in de laatste quote 500 goed voor 2,7 miljard euro. Kachin. Maar wie is eigenlijk deze topman van Jumbo? Frits van Eert heeft eigenlijk het imago van een hele joviale en hele succesvolle Brabander. Dat joviale zit in bijvoorbeeld in het feit dat hij een aantal carnavalshits op zijn naam heeft gezet. Het ondernemerschap is wel echt toe te rekenen aan Jumbo, dat hij zoals gezegd heel erg groot heeft gemaakt. Het is iemand die gepassioneerd in het leven staat. Hij heeft bijvoorbeeld een enorme collectie klassieke Formule 1 raceauto's. En hij heeft ook wel oog voor talent, zou je kunnen zeggen. Want Max Verstappen was pas 14 toen Frits van Eertel bij hem aanklopte met de vraag: mag ik jou sponsoren? Naast Max sponsort hij nog veel meer bekende sporters. Jumbo als bedrijf is heel erg actief in de sportsponsoring. Ze hebben bijvoorbeeld een wielerploeg. Afgelopen Tour de France heeft nog iemand van die ploeg gewonnen. Ze sponsoren schaatsen. Sven Kramer toen hij vroeger nog reed. Jutte van Leerdam is gecontracteerd. Motorsport doen ze ook veel. Dus ze laten zich heel erg veel zien op het sportieve vlak. Ja, het zijn allemaal hele positieve, leuke dingen. Je zou dan denken, dat zet je toch niet op het spel? Misschien heeft hij dat ook niet gedaan, want er is nog niks bewezen. Je weet helemaal niks. Is deze man ook opgepakt vandaag? Dat is een groot raadsel. We weten niet of hij gearresteerd is. Er zijn 9 mensen vandaag opgepakt. We weten zelf niet of hij verdachte is. Wat we wel weten is dat zijn naam wordt genoemd in de zin dat de Fiat een gesprek met hem zou willen. Maar het kwaad is al geschied, zou je bijna zeggen. Want het was het gesprek van de dag. En ik weet dat van mijn vroegere praktijk. Kennelijk is er een tip binnen, iemand moet de pers hebben getipt. Dat kan bijna niet anders zijn dan van de zijde van justitie, denk ik dan maar. Dat dit speelt, hè? Want dat zal hij zelf niet hebben gedaan en ook niet die andere 8. Was dat niet in het geval van Jan de Boffry toen ook zo? Ja, en dit is wel vaker voorgekomen. Dat als ze een inval doen bij mensen die een beetje bekend zijn in Nederland, dan is toevallig is daar dan ook vaak een camera bij, of in ieder geval weet de pers ervan een paar. Waarom doen ze dat, denk jij? Ja, dat is om. Ik heb wel eens gedacht, dat doen ze om te laten weten, kijk eens, wij pakken iedereen aan in Nederland en niet alleen de kleine meneer ergens in Groningen, weet ik het. Hè. Dat zou een achtergrond kunnen zijn. En laten we voorzichtig zijn. We moeten voorzichtig zijn naar Van Eert toe, want we weten niks eigenlijk. Anders dan dat de Fiat een gesprek met hem wilde. Niet of dat hij verdacht is of dat hij gearresteerd is. 9 mensen zijn wel vastgezet. Dat het een groot fraudeonderzoek is, dat staat wel vast. Hè, want er is sprake van een grootschalig witwasonderzoek. Hoe ontgoed transacties, een motocrosssport, sponsorcontracten. Dus die zaak zelf, daar zal de Fiat wel goed over hebben nagedacht. De rol van de Jumbo-man, dat weten we niet, dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Maar wat je vaak ziet is, dat weet ik ook nog wel, dan wordt heel groot uitgepakt als het ware. En later wordt zo'n man, als die al wordt vervolgd, vrijgesproken. En dan staat het op pagina 18 in een kleine column in een grote krant. Dus dat is zeer gevaarlijk wat ze doen. Van de andere kant denk ik, ik ken de Fiat. Dat zijn mensen die weten doorgaans heel goed wat ze doen. Er zaten ook de meest intelligente mensen bij de opsporing daar. Dus het is een raadsel voor me, laat ik het zo zeggen. Ik weet het niet. Nee, ik hoor je. Ik kijk even naar jou. Want, mag ik nog één vraag stellen? Ja. Zeg maar, wat ik niet zo goed snap is dat als je erover leest, lees je dat een 50-jarige, weet ik precies hoe oud die man is, dat is de hoofdverdachte. En die wordt dan met alleen zijn letters genoemd. Mm-hmm. En de kranten publiceren, wij betuigen ze er ook over, wij zeggen wel gewoon Frits van Eert helemaal. Is daar niet een soort, of is dat gewoon een... Dat is bijna ingeslopen. Hè? Vroeger was het, we spreken ook over, we hebben die hele grote processen met... Frits van E. Ja, maar weet je, dan laat ik zeggen... Nou ja. Nee, maar dit, ja. Kijk, ik vind het goed wat je zegt. Hè? Dat zou je ook eigenlijk niet moeten doen. Maar ik ontkom je soms ook niet aan. Hè? Toen ik Boutersen verdedigde, had je... Ja, dat was Boutersen. En toen ik Wildersen verdedigde, was het Wilders. Dus je ontkomt daar soms ook niet aan. Wat wel interessant is, en dat sluit een beetje aan op jouw vraag, is
hoe weet men zo snel bij de pers dat er een doorzoeking heeft plaatsgevonden in het huis van Frits van Eert? Nou, dat komt niet van hem, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, logisch, nee. Muziek. De Britse zanger Tom Grennan scoort...